Nou, daar gaan we. Het is wat later geworden dan we wilden, maar Geetje moest toch nog even werken. Hey, gozer. Hey, meisje. Zullen we? Oké. Okay. Ja, dat klinkt alsof je het vreselijk vindt. Ja, gewoon, het is rampzalig. Maar oké, het moet, hè. Jongen, er zijn mensen die echt denken dat je het niet leuk vindt, hè? Oprecht. Ja, ik kan niet helpen. Nee, hij vindt dat is hun probleem. Geer, die mondhoeken gaat niet verder dan dat. Zo, en dan wordt het echt zoiets. Hij heeft het naar zijn zin. Kan dat je garanderen. Ik ga hem starten, ja? Ja. Anders komen we nergens, want nee, zitten we tijd met de muur aan te kijken. Ja, nee, we gaan. Oh, hij doet het. Het zonnetje schijnt. Ja, het zou zonneschijn, wolken en ongeveer 17 graden zijn. Tussen de 17 en de 11 graden in Rostock heb ik gekeken. En 's nachts een graad of 7. Dus dat is heel erg lekker. Lekkerder dan hier. Beetje bevriezen. Nou, hè. Beetje bevriezen. 7 graden 's nachts. Dat is hartstikke warm. Voor ons doen. Oh, we gaan nou, dan gaan we eerst even navigeren. Ja. Destination. Ja, nieuw adres. Een adres. Ah, je kan ook from map doen, hè? Nee, dat moeten we hebben. Waar ben je? Ja. LL. Het harde drukken, ja. Staat er. Ja. Oké. Right. Even calculator. Pak de helikopter. Ook die Lady Rift. Voor de grote route pakken we haar. Zij zal de snelweg pakken. Ja, weet je, we moeten 4 uur rijden. Het is the route has been calculated. Ah, ze wil daarin. Waar gaat ze dan heen? Dat is de vraag even. Ja, waar gaat ze dan heen? Dan gaan we even kijken wat ze doet. Kleiner, kleiner. En doen het zo. Oh, maar. Wow. Limoli. Maar. Zo. Dan komt ze niet met steden. Handig. Volgens mij is dat Vetlanden. 47 wacht ze. Wetlanda. Dus ze gaat, dus ze kan je Gede nemen. En daarna gaat ze de 30, dus dat is Wernemo, denk ik. Ik denk dat ze de Westkust pakt. Ik kan wel even kijken. Dat is Wetlanda, ja. Ja, Wetlanda. Ja, ze gaat naar het westen. Weksje. Oh! Dat is al via Weksje. Nou, dan rijden we. Dat is de route nou. Oké, dan rijden we via Weksje. Als ik aan een tractor zit, moet ik dat ding ook even zetten om naar voren te gaan en even vergeten. Jij denkt dat je in de tractor zit. Ik zit nog even in de tractor. Geer zit even in de gedachten. Hij heeft. Kijk uit, daar komt Stieg. Stieget! Turn right. Nee. Nee, we gaan rechtdoor. We gaan niet over deze ramp. Allemaal teer. Even kijken in de post. Oh nee, had ik al gedaan. Ik ben weg. We zijn wat later, komen in donker aan, maar who cares? Het avontuur is make a U-turn, if possible. Nee, mens. We gaan eventjes. Wij gaan onze eigen. Weet je, dat is. Daar moet je maar aan wennen, Maxi Navi. We gaan haar Navi noemen. Naafje, want. Naafje. Wij stellen je in en we luisteren niet. Dat is onze gewoonte. Oh, herfstbos. Het enige nadeel van dit dashboard is, en van deze auto, dat we geen thermometer hebben van de buitentemperatuur. Die is natuurlijk te installeren, maar we hebben hem niet. Maar goed, maakt niet uit. Dat voelen we vanzelf. Het doet gewoon zo uit het raam. Het is koud! Ik hou wel iets anders uit het raam, weet je. Nee, die vindt koud lekker, laat maar. Oké, we zijn gelijk in dat niveau. Op dat niveau beland. Nooit meer goed. Alleen maar trammeland. Nou, Tot op mijn toe. Ja, dat heb ik expres gedaan. Dat zal Lien even uitleggen aan je. Want de diesel is hier 3 keer zo duur als in Duitsland. Dus we kunnen het volgens mij net redden. Of net niet. Net niet. Dus we tanken een beetje en we tanken de rest in Duitsland. Wat vind je daarvan? Tank ik een beetje. We tanken een beetje. Nou, we zijn op weg. Vlog 1. Ja, nu kan ik het nog zeggen, maar daarna weet ik echt niet meer hoe de vlogs gaan lopen. Dan is het gewoon, hebben we 20 minuten vol? Oké, afkappen, naar de volgende. Ik ben een beetje druk. Sorry. Turn right after 250. Ja, dat is leuk.
dat ga ik ook doen. Kijk aan. Je rijdt wel enthousiast. Je hebt er zin in, jij. Geertje heeft er zin in. Please turn next right. Het is 319 kilometer volgens Nafje. Nafje. En we komen aan om 7:30, zegt zij. Dat is overdreven. 4 uur rijden met ze. Ja, zij neemt de toeristische route, denk ik. Ja, ik kijk naar achter hoe Indy reageert, maar daar moet ik dus aan wennen. Die hebben we voor het eerst niet bij ons. Even niet bij ons, hè? Nee, dat is wel heel erg stil. En hij voelde het ook wel een beetje, maar hij was wel vrolijk bij Steve. Dus er komt een vriendin van Steve komt langs en die is helemaal gek van Indy en dat is wederzijds. En die blijft de hele week. Dus wordt gewoon. We krijgen hem denk ik over rond toch. Helemaal plat gevoerd en helemaal vol met slechte gewoontes. Misschien wil die niet eens meer terug. Nou, wat we niet gefilmd hebben, eigenlijk hadden we dat moeten doen, is dat we hem onder de douche hebben gezet. Want hij murde. Nou, niet meer. Nou is hij zacht en fluffy. Nou, Steve weigerde hem niet te nemen als hij zou stinken. Kinderachtig. Lijkt niks arbeid. Follow the road for 8 kilometers. Dachten we dat te ontkomen. Dit is de oudste steenmuur van Zweden. En die ligt bij Rupperda. Hier bij die grote boom. Hele grote boom. Ligt in de muur een cache. Geocache. Dat heb ik al jaren niet meer gedaan. Oh, hier ook al. Oh, fijn. Ja, nou, dit is alles. Stil erachterin, hoor. He? Het is wel heel stil daar achterin. Ja, niemand aanwezig, hè? Nee. Ik ga boodschappen doen. Dat is deze reis. Boodschappen in Duitsland. Nou, we rijden heel vreemd, maar dat maakt geen reden uit, want we hebben gewoon vrij en we hebben lekker vakantie. 5 dagen. Turn left after 200 meters. Dat is waar hij uitkwam. Deze route hebben we nog nooit gereden. Nee. Maar dan komt door Navia hier. Navia die denkt, gaan jullie maar eens even... Please turn next left. Ja, ook. 23. Maar ik weet waar we zitten. Ik weet waar we zitten. We hebben een enorme omweg gemaakt. Kijk nou, spoken in een boot. Avondje. Het is weer helemaal blauw, hè? Ja. Dan komt ze weer, het zonnetje. Nou, we zitten op dit moment op de 23 naar Växjö. Dus we rijden naar het zuiden. Ik kan natuurlijk de kaart erbij pakken en jullie even laten zien.
after 400 meters. Leave the roundabout at the second exit and continue to follow 23. Ja, Aafje. Naafje. Naveltje. We komen nu Växjö binnenrijden. En dan gaan we ook gelijk weer uit. Deze stad kennen we wel aardig. Hier doen we vaak de grotere boodschappen. Pauze. In de pikken donker. Donker? Zie niks. We hebben niet gefilmd. We moeten er weer even inkomen. Maar we hebben een gratis camperplaats gevonden aan de kust bij Trelleborg, ten westen van Trelleborg. En daar gaan we heen. En dat is nog een uur en 17 minuten rijden. In het donker, dus jullie zien niet zoveel. Maar even een slok koffie. Kijk hier. Zien jullie mij? Ja, we zien mij. We hadden net gewisseld en wat gebeurt er? Een aanhouding. We werden aangehouden. We moesten eventjes zorgen. Of tenminste, Rientje moest de rijbewijs laten zien. En blazen. Oh ja, blazen moest ook nog. Moest ook nog blazen, maar ja. Ze had zoveel gedronken. Ja, koffie. En wat heb je allemaal gehaald? Ik heb 2 grote cappuccino's gevuld. Dus dat is dit. Alsjeblieft. Oh, yep. En verse kaneelbullers. Jaha. Kijk eens. Allee. Yes. Die weer terug. Moet je nog naar het toilet hier zo? Nop. Nee? Ik ook niet. Nou. We hebben nou ons eigen toiletje. En anders de bossen. Nou, ik weet niet of hij wat ziet. Ja, rijdt u maar. We hebben even van chauffeur gewisseld. We zijn kleine 2 kilometer. Zoiets, 1,8 kilometer van onze slaapplaats af. We rijden naar de kust, de uiterste zuidkust van Zweden. Zweden heeft 3 kusten. Rechtsaf. Het is wel te zien, geloof ik. Maar het scoren, ja, dat is waar we heen rijden. Trelleborg ligt ten oosten van ons. 400 meter. Sla linksaf. Dan zijn we er wel al. Oké dan. Want de jongen rijdt hier een paar gaten in. Dat is het leuke in het donker. Weet je totaal niet waar je terecht komt. En als je dan 's ochtends je oogjes open doet en naar buiten kijkt, dan ontdek je pas waar je hebt geslapen. 200 meter naar links. Even kijken. Je moet daar zijn waar je dat blauwe bordje ziet. Het schijnt een camperplaats aan, volgens de campercontact. En hij is ook nog gratis. Dat is ook klein natuurlijk. Echt doorrijden. Het is aan de kust, aan het water. Kijk, dit voelt veel minder in als een inbreuk op de privacy van iedereen die hier woont. Omdat we met zo'n klein bestelletje rijden. Transportertje in plaats van met de hele grote witte koptrommel. Onze Crazy Daisy met haar dikke billen. Hey, ik zie jou niet. Nee, ik zie een donker figuur. Ik ben een donker figuur. Even kijken, nog 1 minuut. Tjoe. Het is wel spannend, want het is hier wel heel erg groot. 400 meter. Sla linksaf. Oké. Okay. Hey, er ging een auto, dus dat is een weg. Het is wel heel smal hier. Zelfs voor dit karretje. Nederland zou het een fietspad zijn.
wilde hier, hè? Linksaf. Ja, die wil hier. En je bestemming bevindt zich aan de linkerkant. Rechts is vrij. Linksaf en de bestemming bevindt zich aan de rechterkant, zegt ze. Linkerkant. Linkerkant. Ik zag daar ook al een parkeerplaatsje, maar het was heel klein. We zijn er niet. Nee, we zijn er nog niet. We zien het. Oeh, hey, donker. Spannende. Hier is een huisje. Wat zit hier? Dat is bij een huis hier. Je bestemming bevindt zich aan de linkerkant. Ja, we gaan niet bij die mensen op bezoek. Ik denk dat ze zich redelijk vergist. Ik heb geen camperplaatsbordje gezien. Nou, kijk even naar die bordjes daar. Hier komt iets. Hutbannenvereniging. Hier ga je weer 70. Nee, ik denk dat we er redelijk voorbij zijn. Ik moet nog eens even kijken naar die gegevens. Als je hem ergens neer kan zetten. Ja. Oké, hier kunnen we even kijken. Is het hier al geblokkeerd? Ja, maar nee, liever niet. Nou, dan even kijken. Hopla. Dan gaat de navigatie eens uit. Nou, even terug. Naar de campercontacten. Ja, even kijken. Zal ik even kijken. Where do you go? Where do you want to be? Where I am? Het was hier. Nou, als we het even bekijken, dan zou die hier moeten zijn. Kijk, hij geeft het aan de rechterkant aan. En zij zegt aan de linkerkant. Search scoren. Hier, kijk, het is aan de rechterkant gewoon een parkeerplaats. Dus als ik nou deze kaart blijf volgen en we rijden, want ik heb hier mijn stip, zeg maar, kan ik zeggen of we er zijn of niet. Zullen we dat doen? Dus je moet draaien. Dan hou ik de stip in de gaten. Hier, dat gekke witte weggetje, daar is het. Aan de linkerkant. Dus je bent er echt bijna. Hè? Moet het hier zijn, Geer? Dan moet dit het zijn. Kan je hierin? Ja, maar wat staat hier? Onder camping verbieden. Hier mogen we dus niet slapen. Oké. Nou, dan weten we nog wel een paar plekjes. Dan gaan we daar maar heen. Hé, daar ging een knijn, zag je? Nou, wat we dan doen, is we gaan naar Trelleborg. Hier, Trelleborgs Golfclub, die moeten we niet hebben. We moeten even naar de haven. Waar is de haven? Die zit daar. Die. Oké. En dan zeggen we route. Maps. Start 8 minuten. Start. 500 meter. Sla rechtsaf. Dat is Trelleborg daar. Die hele donkere vlakte. Daar is het water. Trelleborg. Deze is. Nou, rechtsaf. Even kijken. Wil ze hier in deze? Even kijken. Ja, ze zegt deze volgens mij. Ja. Ze laat het heel slecht zien. Het is wel een weggetje. Nee. Oh nee. Nee? Of wel? Maar je loopt wel door. Maar het is hem niet, want deze wijkt af. En komen we nou weer terecht? Het is wandelgebied. Oh, hier is ook een parkeerplaatsje. Aha, kijk nou. Rijden we nou per ongeluk naar iets leuks? Oh, dat is dat grafveldje. Of niet? Nee, dit is fietswandel. En hier is fietswandel. Maar rijden we op een fietspad. Laten we dat maar niet doen. Dan gaan we gewoon even terug. Ja, dat kunnen we niet maken. Oké. Sorry. Oké. Een kleine fout.
Een kleine fout. Eerst rechts. Ja, nee, sorry, we moesten rechts. Weet je wel, zo de heg in. Nee, joh, fietspad. Maar er fietst toch geen mens nu. Een grote vette agent die net naar zijn werk ging of net naar huis. Die met zo'n snor. Met zo'n hele grote snor die doet. Beetje fout. Sorry. Onze naam is Corrie. We horen hier niet. Wij zijn van het onderhoud. Oké. Sla rechtsaf. Ja, ja. Nu hebben we de echte rechts. Niet het amateur rechts, maar de echte rechts. En dan moeten we heel raar gaan doen. Want we moeten daar zijn. Dus we moeten eerst zo en dan moeten we hier ergens terecht gaan komen. We zitten ook vlakbij een camperplaats aan het water. En die kost een tientje. En dat is dan degene waar we uiteindelijk naartoe rijden als we ook deze plek niet mogen. Maar we kunnen natuurlijk ook avonturen en gewoon stelt hier gaan staan. Nee, doen alsof we wandelaars zijn. Nou, we zijn nu in het wijkje. Deze straat loopt dood. Deze mensen kennen elkaar natuurlijk allemaal. Dus dit autootje, in hoeverre een wit bestelletje opvalt, mag je je afvragen. Maar ze zullen het niet kennen. Saf. En... Rechts. Sla linksaf. Het toilet hier. Sla rechtsaf hierin. Even kijken, je mag hier niet staan tussen 11 en 7. Oh. Oké, je mag hier maar 10 uur staan, maar niet tussen 11 en 7. Rijd er eens op. Ja. Hier mag je dus ook niet meer staan. En ik denk dat ze ook nog wel controleren. Ja, het is... Het is heel logisch dat hier campers staan of stonden. Hier hebben we campers gestaan. Ja, hier hebben wij... We hebben hier niet gestaan. We zijn toen naar die, naar die camperplek gegaan. Je bestemming bevindt zich aan de linkerkant. Nou, we gaan eventjes overleggen. Nou, cappuccino. Ja. En we zijn stil. Beetje zachtjes praten, ja. We staan ook. Niet op een camperplaats, we staan gewoon op een parkeerplaatsje tussen huizen. Ik weet ook niet of ze kunnen zien dat we hierin zitten, want proef op de som hebben we nog niet genomen om te kijken hoe doorzichtig de boel is. Dit is jouw koffie, ik zal het hier. Zo handig is dat. Zo handig is dat. Even een slok nemen. Ja, yep, ik ga ook goed nemen. Ja, dat is benzine station. Nou, hier staan we. Op een klein parkeerplaatje. Gewoon tussen de huizen. Hier loopt de ringweg. Daar is wel last van. En je ziet dus helemaal niets. We hebben alle lichten aan. Alleen in die hoekjes. Die hoekjes moeten we even dichtmaken. Voor de rest zijn we niet te zien. Kijk er niet doorheen. Alleen deze hoekjes zie je. Twee hoekjes van lichten, drie hoekjes. Dus, heel erg opletten, denk ik. Ja, mooi man. La, 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 la.